Dit programma is mede mogelijk gemaakt door ZLM Verzekeringen. Marcel Kittel eet een banaan en Marcel Kittel kijkt tevreden. De Duitser won de rit van gisteren en leidt het klassement. En naast het geel in de witte trui staat Timo Rozen te stralen. De jonge Goorlenaar leidt het tussensprintklassement. De ster in de LM Tour duikt de Limburgse heuvels in. Wie weet de eerste grote verschillen. Hoe dan ook een rit waarin de veldrijders het zwaar gaan krijgen. Een aardig contingent rijdt deze ronde in de aanloop naar een nieuw seizoen. Onder meer wat jongens van het Brabantse land. Corné van Kessel en deze Niels Wibbe. En ja, hij stapt de goede bus in. Het zijn mannen, maar zijn het veldrijders of wielrenners? Ja, toch wel wielrenner eigenlijk, want ja, we hebben alleen maar die smalle dunne bandjes erop zitten. Dus qua cross is het eigenlijk nog niet, dat gevoel is er nog niet. Maar dat is snel genoeg weer in augustus. Als we die crossfiets weer krijgen, dan komt dat snel genoeg terug. Ik zou een keer in de vroege vlucht willen zitten. Dat is het doel eigenlijk. En in beeld rijden. Maar het hoofddoel is de winter en daar zijn we nou voor aan het werken. We kunnen niet heel de zomer alleen trainen. Je moet toch echt die wedstrijdervaring en die wedstrijdprikkels die moet je er toch bij hebben om op een hoger niveau te komen. En daarom rijden wij deze wedstrijd. En mocht de situatie zich voordoen, dan laat niemand het nou om nog voor een goede klassering te gaan. Als ze echt beginnen koersen, dan wordt het wel lastig, omdat die mannen eigenlijk al gerodeerd zijn. In de rondetjes en zo. Ja, dat is eigenlijk ook wel weer de uitdaging. Hè? Een hoog niveau opzoeken waardoor je jezelf kan verbeteren. 190 kilometer door het heuvelland met haast alle bekende klimmetjes. Al ligt de laatste op 50 kilometer van de meet. Dus is een nieuwe massasprint de verwachting. De Kouberg al na 30 kilometer met midden in het pak Niels Wibbe. Niet in de kopgroep dus, want daar zien we 27 man. Toe maar met de top 3 en dus met Marcel Kittel. En Kittel zegt hier, oké, het is nog vroeg, maar rijd maar snel door, want dit kan de slag wel eens zijn. Deze elite groep, zo mag je het noemen, met Philippe Gilbert, Gianni Meersman en ook Ronan van Zandbeek uit Schijndel. Ze krijgen een minuut, maar ze sneuvelen toch. Maar Ronan van Zandbeek heeft duidelijk zijn dag, trekt direct weer ten strijde en krijgt 4 man mee. Onder meer de Nederlands kampioen Johnny Hogeland. Hij laat de trui in eigen land even zien. Even later zou ook Adam Hansen nog aansluiten. Het gat wordt nooit heel erg groot. Hansen en Van Zandbeek worden als laatste opgeslokt. En de man uit Schijndel van cyclingteam De Rijken heeft dan genoeg punten bij elkaar geveegd voor de bolletjestrui. Maar de dagprijs zal naar een sprinter gaan. Wat ook deze poging van Sjoerd Kouwenhoven strandt al vrij snel. En dan zien we waarom de protoploegen zich hier voorbereiden op de Tour de France. Kijken of de treintjes goed werken, kijken waar er nog wat gesleuteld moet worden. Lotto rijdt voor Greipel en rechts komt ook Giant Shimano voor Kittel. Zo denk je dan een massasprint te gaan zien, maar daar is ineens Gregory Henderson, de lottoman die Greipel moet katapulteren. Maar ergens is de Nieuw-Zeelander er vandoor gegaan en dan ziet hij dat het best wel eens kan gaan lukken. Henderson een lange sprint, maar hij houdt het vol. Een tel voor Farrar en ploeggenoot André Greipel. Lotto blij natuurlijk en Henderson puft even uit. Yeah, well, obviously my job is to guide André in the finals and pretty hectic final. And I skipped through the second last corner, first wheel, and I looked back and waited for André to see where he was. And he sort of gave me the sign, go full. So I just went full from about 600 meters. Had a nice gap, and then I looked again at 300, and I still had a gap. And I was like, "Oh, it's a long way to go to the finish line." But I'm very thankful that I could manage to make it to the finish line first. Van Zandbeek in de bolletjes, een mooi tricot na een strijdlustige dag. Morgen zijn dubbele punten, dus het wordt moeilijk om te houden. Dat is wel zonde, maar we gaan het in ieder geval proberen. Het wordt moeilijk om te houden. Dit kan ook moraal geven om het weer te gaan proberen. Ja, kijk, je weet niet hoe het morgen loopt. Als het een makkelijke etappe gaat worden, of relatief makkelijk in het begin, dan kun je proberen mee te springen. En als het gewoon de betere zijn die morgen weg gaan rijden vanuit het begin, dan zal het moeilijk worden. In het klassement blijft Kittel in het geel en daarmee gaat het peloton de Belgische Ardennen in. Een rit die het klassement door elkaar gaat schudden. Morgen een nieuw journaal in de Ster ZLM Tour.